Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. We hebben een aantal tips gekregen via Instagram DM. Volg allemaal even Pyroteam Delft op Instagram als jullie ook tips hebben. We kregen de tip dat er bij de blokker ook categorie 1 vuurwerk ligt. Dus daar gaan we nu naartoe. We staan in de blokker, jongens. Snel even de mondkapjes afgedaan. Voordat mensen gaan zeiken. Superheroes pakket. Er zitten flitsers in, pillycrackers. En nog iets. Nog wat flitsers, knal, nog wat dingen. Gaan we zo op locatie even testen. Wat hebben we nog meer? Die soort van shocks. Deze, daar zijn we op geadviseerd. Het lijken wel shocks inderdaad. Ja. Panda. Monster. Geen idee wat het doet, maar we gaan zo even naar locatie om het af te steken. Hoe duur is hard, deze? 10 euro. Zo, 10 euro gek. Ja, 10 euro voor 20 stuks wel. Maar ik vind het wel vet, het design. Ja, ik heb dit nog nooit gehad, het vuurwerkje, man. Ja, die heb je al gehad. Van welk merk is het eigenlijk dan? Superheroes. De Hubro. Oh joh, Pingpong. Nog nooit gehad, man. Maar en die sterretjes, die halen we niet. De rest onderin heb je nog maar wat. Dit pakket, de Superheroes, die kost dus 7 euro. Hebben we dus ook. En dit. Oh, deze ook. Ja, nog. Die ja. Leek net een pakje FP3. Of Crazy Robot of zo. Ja, echt bizar. Een klein pakketje, F1, voor 2 euro. Oh, pillycrackers, hè? Op zich wel prima om mee te nemen. En hier. Voor 4 euro een XL pakket Crazy Kids Mix. Nou, die halen we niet, want er zitten een beetje confetti dingen in. Knalerten en een soort van pistool, weet ik veel wat. Die halen we dus niet. Maar dit mandje is dus van ons. De Panda Monster, daar kwamen we eigenlijk hoofdzakelijk voor. Want mensen zeiden dat deze echt goed zijn. Wel 10 euro voor 20 stuks. Maar moet je kijken, het lijken net shocks, man. Ja, joh. Lijken net Thunder Kings. Dus die gaan we even testen. Leggen we neer. Bovendien, jullie zien de afgelopen tijden dat we heel veel winkels afgaan. Dat doen we expres, omdat er is dit jaar natuurlijk vanwege het vuurwerkverbod echt een run op kat 1. En ik wil jullie gewoon laten zien bij verschillende winkels hoe de kwaliteit is. Waar je het beste je kat 1 kan halen. Want geloof me, aan het einde van het jaar is het nergens meer te koop, denk ik. Want die Chinezen kunnen natuurlijk nooit op zo'n korte termijn leveren. En dan weten jullie in ieder geval door deze video's wat welke winkel wat heeft. Het Superheroes pakket. Een soort van gemixt pakketje. Grombloemetjes, ook per verpakking. En pillycrackers, hè? Ja, echt bizar. Dit allemaal is van Rubro. Is meestal wel goed kat 1 vuurwerk, moet ik zeggen. Voor dit allemaal betaalden we een kleine 20 euro. Nou, laten we maar beginnen met de Panda Monster, waar ik heel erg benieuwd naar ben. Zou het een crackling shot zijn, denk je? Ik denk het wel, man. Ik heb echt alleen maar in mijn DM gezien van haal deze. Dus ik haal ze gelijk. Panda Monster. Lijken echt Thunder Kings. Juist. Erbij. Enkel dit, joh? Ja, op zich. Wat vind jij? Ja, kokend water, dus. Nog maar eentje om het af te leren. Voor de rest is wel lachen hoor, daar niet van. Het is best heftig wat eraf komt. Het is wel lachen. Ik zag trouwens ook heel veel reacties. De video van de macro dat mensen die fonteinen wel heel mooi vonden. Dit zijn die grombloemen uit het pakketje. Met of zonder knetter? Nou, dat gaan we gauw genoeg zien. Denk zonder, maar ze zijn wel groot. Zo. Zonder. Ik zeg eerlijk, die zijn wel goed, man. Voor grombloemen kat 1. Hoe duur waren ze? De meeste... 3 euro toch? Ah, ja. 20. Maar de... Pillycrackers erbij. Nee, die zijn wel goed. Eerlijk is eerlijk, de grombloemen namelijk van kat 1 van de Lidl en de Big Bazaar en zo, die draaien niet zo hard, vind ik, man. En dan hebben we ook nog een pillycracker. Die zit ook zo, in de... Die zijn groot, joh. Of ja. Zijn het flashers? Nee, dit zijn pillycrackers, man. 100%. Let maar op. Mm. Wauw, op zich. Het zit maar in het pakketje erbij, hè. Deze, dit pakket, openen we ook even, vakkundig, maar niet heus. Ratellint inderdaad, die zagen we niet, daarnet. Hoeveel stuks? 8 stuks. Dat is ook niet heel bijzonder. Nou, hier heb je flitsers, pillycrackers, sterretjes die laten we hier liggen. Fonteintjes. Fonteinen.
Ik heb dit nog nooit gehad, joh. Grombloemen ook nog. Kijk, dit is wel divers, weet je. Ja, dit pakketje is op zich wel te doen. 7 euro, toch? Even kijken wat we allemaal gaan doen. Want die knetter... Die, knetterflower. Knetterflower. Grombloem met knetter, denk ik. Dus dit laat ik liggen. Knetteren doen ze niet. Wat stond er dan? Knetterflower, nou ja, nee. Knetteren doen ze niet. Misschien als er een knetterlint op ligt. Let er maar voor daarin. Ja. Yeah. Ik zeg je wel, het is wel uniek vuurwerk, man. Ah. Althans, ja, dit heb je niet bij de Aldi, bij de Lidl en dat soort winkels. Trouwens, voor de mensen die nu kijken, als het goed is, heeft vanochtend de Lidl weer bijgevuld. Want wij hebben gisteravond laat hebben nog een aantal knetterlinten kunnen scoren. Kijk hoe klein het dingetje is. Zo dan. Maar wel een hele lange lont. Even lang als de knetterlint zelf. Holy moly. Ben benieuwd. Nou, dat valt tegen. Gat van joh. Ja, niet heel goed. Nee man, gewoon heel het pakje doen. Doe maar kat 1 van de Lidl man. En de Aldi. Steek alles gewoon in één keer af dan. Nou, zullen we het meemaken? Nou, laten we maar ook even weer een paar van deze doen. Ja, ik heb ook aansteker, hè? Dit? Zo. Dat is heel veel vonk, hè? Niet normaal, man. Kijk, zo zijn ze dus wel leuk. Meerdere ja. Tegelijk wel, inderdaad. Eerlijk is eerlijk. Maar eerlijk, er komen wel veel vonk af, maar ik heb toch liever knetter? Ja. Uniek vuurwerk hoor, dit. Dat wel, zeker. Ik bedoel, dit zie je niet bij alle standaard winkels liggen. Zoals bij de Aldi of de Lidl. Wow. Nou, mooi man, op zich. Kijk deze. Dit is echt een grap. Dit is echt een grote grap, hè. Kijk, fonteinen. Moet je kijken wat eruit komt. Ja. Wat is dit? Ja, het is in ieder geval geen verkooptruc, hè? Nee, dat is niet zo. Maar dan ben ik wel benieuwd wat ze doen. Ja, gewoon flashing demons, man. Dit zijn geen fonteinen, gast. Nee, dit zijn geen fonteinen. Het zijn flitspaaltjes. Nog wel even heel het pakketje in één keer. Hoppa. Zo. Nee, dit zijn geen fonteinen. Jammer. Zal ik alles doen uit het pakket? Ja, doe maar. Gewoon door die pielen krijgen ze ertussen. Gozer, dit gaat... Als je het mij vraagt, grombloemen van de blokker zijn toch het beste. Ja. Ja. Alles afgegaan? Denk het wel, hè? Zoveel zaten er niet in. Er zit nog een gouden bij, daar. Oh ja. Vagels. Zo. Hier, mini fonteinen. Nou, dan ben ik benieuwd. Hey, die hebben dan wel weer een soort voetje. Zullen we kijken? Ja, gast. Ook weer een flashing demon. Yup. Eigenlijk is dit pakket wel een grap. Ja, dat pakketje moet je niet nemen. Oh, zo. Ja, dat was een spektakel wat eraf kwam. Hop. Even kijken, want nu kan je zien of het echt anders is. Nee, is wel anders man, dan die andere. Net ietsjes, ja. Is wel anders. Zo. Ook nog met crackling. Mogelijk wel. Zo dan. Oh, wat
Patrick. Ik hoopte ergens dat die vonken de anderen zouden afsteken, ja. Maar... Don't try this at home. Huh? Dus dat was weer de video van de blokker. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Wij stoken even lekker met dit sfeertje. Ik vind het wel altijd lekker als het bewolkt is. En blijft hangen. Het blijft ook lekker hangen, die rook. Mochten jullie nog tips hebben naar welke winkel we moeten gaan voor categorie 1 vuurwerk, laat het weten in de reacties, dan gaan we daar even naartoe. Zodat we kunnen laten zien aan jullie hoe het vuurwerk daar is. En ik zie jullie weer morgen bij een nieuwe video om 4 uur.